De ledenraad van de Centrale van Landsdienarenorganisatie CLO kan zich niet terugvinden in de 15% salarisverhoging die de regering wil toekennen aan de ambtenaren. De CLO heeft gevraagd om de 500 Surinaamse dollar koopkrachtversterking eveneens toe te voegen aan het loon. Dit is nodig om de lagere inkomensgroepen op te trekken. De incorporatie komt volgens de secretaris van de CLO, Michael Miskin, neer op een verhoging van 70% voor de laagste inkomensgroepen en 10% voor de topsalarissen. Op dit bedrag wil de CLO in de eerste fase een loonsverhoging van 25%. De CLO gaat voor een loonsverhoging van totaal 111%. Miskin geeft aan hoe de onderhandelingen tot nu toe zijn verlopen. We hebben rond de verjaardag van de CLO op 20 april hebben wij een vergadering gehad waarbij wij dus hebben aangegeven dat wij dus een loonreeks hebben van 111% loonsverhoging. En de voorzitter Hoog had dat toen aangegeven dat de eerste fase hij dus tenminste 25% binnen wil hebben boven de 500 SRD die reeds betaald is geworden. We hebben met de regering gesproken dat die 500 SRD dus geïncorporeerd moet worden in het salaris en daarboven 25% zou moeten worden gegeven. We hebben verschillende gesprekken gehad met de regering. Het leek er in eerste instantie op dat dus die 25% zou worden gegeven. Tot ik dus gisteravond tegen 12 uur werd geconfronteerd nadat de minister van Financiën had afgestemd met de vicepresident en de president. Dat dus dat niet meer haalbaar was en dus men terug zou gaan naar 15% per 1 september. 2018 en dat 25% pas zou ingaan per 1 januari 2018. Het CLO-bestuur moet terug naar de onderhandelingstafel. De ledenraad heeft hiervoor aan het CLO-bestuur een ultimatum gesteld van 1 week. Verwacht wordt dat er dan een positief resultaat is bereikt.